Best voor soil, compost, voordelen en nadelen. Hallo. Hallo, mijn naam is Alfred Krant. Deze Best for Soil video informeert u over de voordelen bij het gebruik van compost, maar ook over de zaken waar u rekening mee moet houden bij de productie of toepassing van compost op uw velden of in uw kas. Aan het einde van de video vindt u meer informatie over deze onderwerpen. Overweeg om ook de andere Best for Soil video's over compost en andere bodemgezondheid gerelateerde onderwerpen te bekijken. Compost is een product dat het resultaat is van de microbiële afbraak van organisch materiaal onder aerobe omstandigheden. Afhankelijk van de composteringsmethode, de grootte, de intensiteit van de bewerking en het gebruikte materiaal kan een groot aantal verschillende soorten compost met verschillende kwaliteiten worden geproduceerd. Hoewel compost een breed scala aan gunstige eigenschappen heeft. Afhankelijk van de grondstoffen, de productie- en opslagomstandigheden, management en wettelijke beperkingen, moeten de voor- en nadelen van het gebruik en de productie van compost worden overwogen. Een van de grootste voordelen van compost is het grote aandeel organische stof dat erin zit. Het bevat een breed scala aan microben, verhoogt het waterhoudende vermogen van de bodem. Slaat koolstof op en levert humoesachtige stoffen. Door verdere microbiële afbraak is het voedsel voor de microbiële gemeenschap en stelt het langzaam voedingsstoffen beschikbaar aan planten. Organische stof verhoogt ook de stabiliteit van de bodemaggregaten en verhoogt daardoor de waterinfiltratie. Compost bevat een breed scala aan microbiële diversiteit. Deze bacteriën, schimmels en protozoen hebben verschillende functies in de bodem. Ze functioneren als brug tussen de plantenwortels en de minerale bodem, mobiliseren voedingsstoffen en vormen bodemaggregaten. Ze zijn ook een belangrijke speler in een van de belangrijkste kenmerken van compost: de onderdrukking van bodemziekten. Bodemziekten vormen een enorme bedreiging voor boeren en telers. Compost kan een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van deze. Biologische, chemische en fysische eigenschappen van een compost zijn hiervoor verantwoordelijk. Deze drie factoren zijn met elkaar verbonden en compost heeft een direct en indirect remmend effect op bodemziekte. Directe effecten zijn microbiële concurrentie om voedingsstoffen, humusuren, giftige vluchtige stoffen of parasitisme. Indirecte effecten van onderdrukte composten zijn een gezonde plantengroei, minder stress bij de planten, geïnduceerde weerstand van planten en een verbeterde bodemstructuur. In het algemeen is compost geen gewasbeschermingsmiddel, maar kan het wel bijdragen leveren aan het verminderen van de druk van bodemziekten. Een ander positief effect van de toevoeging van compost is het beschikbaar komen van voedingsstoffen. Afhankelijk van de bodemtemperatuur en het vochtgehalte kan het vrijkomen van voedingsstoffen door verdere afbraak van het organische materiaal, maar ook de mobilisatie van vaste voedingsstoffen uit minerale verbindingen in de bodem een belangrijke bijdrage leveren aan de voeding van planten. Al deze positieve effecten van het gebruik van compost zorgen voor een veerkrachtige bodem. De negatieve effecten van zware weersomstandigheden, bodembewerking en de toepassing van pesticiden worden beter opgevangen met een positieve uitwerking op de plantengroei als gevolg. Behalve de vele positieve effecten van compost, brengt compost ook een aantal uitdagingen met zich mee. Nummer 1 is de beschikbaarheid van compost in kwantiteit, maar ook in kwaliteit in een bepaalde regio. Daarom is het van cruciaal belang dat de door u gekozen compost wordt gecontroleerd op positieve eigenschappen, hetzij via interne of externe kwaliteitscontrole. De essentiële analyses, noodzakelijk voor een compost, zijn de fysische eigenschappen zoals pH en elektrische geleidbaarheid of zoutgehalte. Bij de chemische eigenschappen gaat het om het gehalte van voedingsstoffen, maar ook dat van zware metalen, vooral als het niet duidelijk is welke grondstoffen zijn gebruikt. De belangrijkste analyses voor microben zijn die van ziekteverwekkers. Tests voor microbiële diversiteit en of functionele microbiële groepen zijn steeds meer beschikbaar. Deze zijn vooral van belang als de productie van compostee wordt overwogen. Ook al zijn niet alle microplastics met het blote oog te zien, levert het controleren van een composthoop na een regenbui een duidelijk voorbeeld op van de hoeveelheid glas, plastic, metaal of andere verontreinigingen in de compost. Een ander nadeel van compost is dat het volumineus en zwaar is en dat de verwerking, productie, transport en toepassing op het veld daarom zware apparatuur met zich meebrengt. Het gebruik van compost biedt een groot aantal voordelen voor de bodemgezondheid en bodemfuncties. Maar zoals altijd moet er vooraf veel aandacht worden gegeven en goed worden georganiseerd om alle voordelen te verkrijgen en de nadelen te verminderen. Wilt u meer informatie over compost? Kijk dan eens op de Best for Soil-website waar u meer informatie kunt vinden.